Jurgen, ik zag je tweet. Hij was enigszins cryptisch, maar jouw boodschap is: kun je nou eens vertellen wat dat nou is, wat eerlijker? Nou Jurgen, op 2 maart gaan we naar de stembus. En met 1 stem kunnen we 2 keer kiezen. Je kunt kiezen voor een eerlijke Brabant en voor een eerlijke Nederland. En als je dan ziet dat dit kabinet ervoor kiest om de subsidie op villa's in stand te houden, maar om wel te besparen op onderwijs voor kwetsbare kinderen die onze hulp nodig hebben. En als je dan ziet dat dit kabinet ervoor kiest om banen te schrappen in plaats van te scheppen, dan zeggen wij, de PvdA gaat dat anders doen. En wij hebben bijvoorbeeld in Brabant een plan opgesteld om 10.000 banen te scheppen. Dat is goed voor onze regionale economie en dat is goed voor Brabant. En een Brabant waarin iedereen meedoet is een sterke Brabant. En een Brabant waarin iedereen meedoet is een veiliger en een socialer Brabant.